week geleden was zijn gebit tijdens een middagslaapje uit zijn mond gevallen. Het lag in zijn schoot toen hij wakker werd. Hij had de tanden met twee bruistabletten in een glas water gelegd. Een kwartier gewacht. Nagedacht. Hij zou nooit meer eten. Het was genoeg geweest. Voor zover ik uw werk ken en gevolgd heb, vind ik weg nog altijd een stukje een synthese van alles wat jullie gemaakt hebben. Ik weet nog dat Jan Ritsema weg zag en zei achteraf, ik denk dat jij iets gevonden hebt. En Jan kon wel goed kijken en ik denk dat hij gelijk heeft. Ik herken later de stappen die ik gezet heb, die zijn toch heel erg vanuit de weg gezet, ook als het niet met Peter was. In weg is iets gebeurd voor mij, ja. Tegenstroom, weerstroom, grondstroom, maalstroom, draaistroom, klok, zwolk, zwalp, roer, breker, kentering, dwarszee, tegenzee, weerzee, stortzee, klopzee, slagzee, tij, halftij, giertij, doodtij, naspui, vloed, agger, ebbe. Maar hoe is de weg tot stand gekomen? Je had een tekst op voorhand al geschreven, nee. Of is dat toch in de repetities is die tekst gegroeid? En... Zijn parallel. Ik zat boven te schrijven, Pierre en Peter zaten beneden muziek te maken. Pierre Verbroesem, gitarist. En af en toe kwam ik naar beneden met een flar tekst en zei, we zullen iets proberen, dan proberen we iets. En daarop verder werken. En het is zelfs niet chronologisch. Tot stand gekomen. Het zijn zo flarden geweest. Maar ik kwam ook soms naar boven met riedeltjes waarvan ik dacht, volgens mij kunnen daar woorden op. Dus het kon ook omgekeerd. Hè. Dus, en hoe hebben jullie elkaar? Heel toevallig op een avond in Chaffy Theater in Amsterdam, waar wij gespeeld hadden met Adijs en wilden gaan eten. En we liepen door het café beneden en daar stond een bandje te spelen dat opviel. En ik ben blijven luisteren en niet gaan eten, wat zeer uitzonderlijk is. En dat was Union? En dat was Union. En achteraf heb ik Peter aangesproken en gezegd van waar zijn, ik kende hen absoluut niet. En voilà, dat is de ontmoeting geweest en dan zijn we verder blijven contact houden en praten. Ga pas zeker dat ik dat in zout neem. Eet dat patat nog. De goede oorlog, daar gaan we mee maken. De goede lange oorlog, als ze den wil opeten. Maar kijk, ik vraag dat toch aan ma niet, ik weet niet wat ik nou moet antwoorden. Vraag dat aan pa, me vraag dat aan pa. Me vraag dat dan toch aan pa. De muziek die jij daar maakt is ook misschien niet evident in theater, dat is echt jazz. Ik wou vooral iets doen met sferen en kunnen veranderen van sfeer. En kijken wat je kunt doen met twee personen. Want dat is, voor mij is dat een beetje het ding geweest. Van, uiteindelijk is die muziek bij momenten zeer groot. Uiteindelijk staat er daar een gigantisch orkest. We zijn er met twee. We hadden twee infantiele computers, maar die stuurden dan van alle grote dingen aan. Dus we konden ons permitteren van nu gaan we het heel klein houden op één geluidje. Maar we konden ook zeggen van, en nu hebben we een groot strijkorkest nodig. En voor mij is weg één lied eigenlijk. Voor mij is dat één lied. Dat is een lied. En wat dan de woorden en Jos, de woorden die surfen op die vibe, op die muziek. En Jos is een goede surfer. En daar vinden we elkaar. Maar ik weet zelf ook niet hoe dat in zijn werk gaat. De dingen lukten. En Peter zegt, Jos is een goede surfer. Ik denk dat ik daar dat geleerd heb. Of dat ik daar ontdekt heb dat ik, als ik durf, dat ik een goede surfer ben op muziek. En dat is later verder uitgebouwd. De grote tocht is altijd, vind ik, om de juiste vorm te vinden. En om en bij weg is dat gebeurd, denk ik, dat je die vorm vindt, ondanks dat die vorm zichzelf eigenlijk vindt. Ja, ja. Dat die vorm zichzelf gaat creëren en dat je alert moet genoeg zijn om dat te laten gebeuren. Hé! Hey! Stukje stront! Daar. Aan het einde van de slurf, hij, zoals we hem kennen met volle baard en priemende ogen, de wijsvinger bestraffend op mij gepunt. Hé, stukje stront! Tijd om te kiezen!
Hij moet ermee ophouden mij zo te noemen. Tijd om te kiezen! Dat heb je al gezegd, kiezen tussen wat en wat. Lopen en hopen of zinken en verdrinken. Het personage wordt aangesproken door... Door God. God. En God roept hij stukje stront. Ja. Ja, ik vond dat heel schoon. Ik denk, ja, alle goden bekijken mensen hier als een stukje stront of zo, denk ik. Grappig is dat mijn moeder, die katholiek is en nog altijd gelovig, en na de voorstelling mij kwam zeggen, maar zo noemt u je mens u niet. Ik zeg, maar dat is geen mens, hoor. Dat is een voorstelling waarbij ongelooflijk veel mensen zich in herkenden ook. Dus dat, waarschijnlijk is dat het feit dat even, kan je zeggen, abstraheert, maar even veel zuurstof inlaten, wat groter maakt dan zo. Want dat was zo'n voorstelling, die duurde maar een uur, maar het duurde 2 uur eer dat we naar huis geraakten. Want iedereen, ook bij mij dan, hè, want die kwamen af zo van, ja, en ik weet nog hoe. En iedereen begon zijn eigen verhaal te vertellen. Zijn eigen familie te brengen. En we hebben daar redelijk veel gespeeld. Dus, maar dat was soms heel lastig. Zo, voor de 30e keer komt er weer iemand met alle soorten verhalen. Maar ja, boem, laten mensen maar praten. En veel mensen die dat stuk meerdere keren gezien hebben. Ja, dat is iets raars. Heel veel.